Hallo iedereen. De volgende 2 weken, ja, ik krijg 2 weken voor deze opdracht, ga je je filmpje gaan samenstellen. We gaan het eigenlijk gaan monteren. Het kan zijn dat je daar een heel leuk programma voor hebt op je computer, maar voor deze opdracht gaan we een programma gebruiken dat ook in de cursus staat. En dat programma heet OpenShot Editor. Je hoeft de cursus van mij niet per se te gebruiken, maar het kan wel handig zijn om af en toe eens na te kijken wat je allemaal kan met dit programma. In dit filmpje ga ik je eerst en vooral laten zien hoe je het programma moet downloaden. En daarna ga ik je enkele leuke stukjes van het programma laten zien, zodat jij op een leuke manier je filmpje kan gaan monteren. Maar ik zal zeker niet alles kunnen uitleggen, daar is jammer genoeg gewoon de tijd niet voor. Dus het is zeker raadzaam om verder te gaan opzoeken op YouTube of gewoon de cursus er even bij te nemen en te gaan kijken wat je allemaal kan doen met dat programma. Dus eerst en vooral om het te downloaden, je opent dan gewoon OpenShot Video Editor op Google en de eerste link, dat zou deze moeten zijn. Ik zet deze ook nog wel even bij in jullie mailtje en bij het filmpje. En dan kan je het downloaden voor zowel Linux, Apple als Windows. Daarna klik je gewoon op downloaden. En dan zou het programma links onderaan zich gewoon moeten beginnen installeren. Aangezien de mijl geïnstalleerd is, ga ik niet alle stapjes kunnen doorlopen, maar je kent het normaal gezien wel. Je opent dit wanneer het klaar is en je klikt altijd op volgende, volgen en accepteren en zo verder enzovoort. Wanneer je daarmee klaar bent, dan ga je zien dat je, wanneer je op start drukt en je het woord OpenShot intypt, het programma gewoon tevoorschijn komt. En wanneer je het dan gaat openen, dan gaat het er normaal gezien zo uitzien. Ik ga eerst en vooral met jullie een beetje overlopen hoe dat OpenShot Editor in elkaar zit, want je ziet hier een heel aantal onderdelen waarvan jullie waarschijnlijk niet gaan weten wat ze willen zeggen. Eerst en vooral. Hier rechtsbovenaan ga je altijd het voorbeeld kunnen zien van het filmpje dat je tot dan hebt gemonteerd. Dus wanneer je ook maar op play gaat klikken, dan gaat je filmpje beginnen afspelen. En dan ga je al kunnen zien wat je gedaan hebt. Let wel op, het kan zijn dat het hier af en toe een beetje brokkerig overkomt. Dat is heel normaal, want hier is de kwaliteit een heel stuk lager dan wanneer je het uiteindelijk gaat downloaden. Hier zijn een aantal verschillende sporen. Wat dat wil zeggen, ga ik je zo meteen nog wel zeggen, maar eigenlijk wil dat gewoon zeggen dat we al onze filmpjes en foto's hier op deze sporen gaan moeten zetten om ze in het filmpje te krijgen. Waarom je er meerdere hebt, goh, bijvoorbeeld, het kan zijn dat je een filmpje na een filmpje na een filmpje wilt instoppen en daartussen ergens een foto, maar je wilt ook achtergrondmuziek, want dat zal ook een van de opdrachten zijn. Dat moet je dan op een volgend spoor zetten, achtergrondmuziek. Het vakje hier linksbovenaan, dat is waar je al je media gaat kunnen vinden. Dus al je foto's en filmpjes die je hebt gemaakt, die ga je eerst en vooral hier moeten instoppen. En dan pas kan je ze in het filmpje gaan verwerken. Hoe je dat gaat doen, is eerst en vooral, je gaat naar bestand, linksbovenaan, en je gaat bestanden importeren. Dan ga je gewoon een bladje open krijgen waar al je documenten gaan staan. En je gaat naar de map waar jij alles hebt gestopt, zoals de opdracht van vorige week. Het is heel belangrijk dat je alle bestanden, zowel foto's, filmpjes, muziek en wat je ook nog wilt gebruiken, altijd in één en dezelfde map gaat stoppen. Ik heb al een aantal filmpjes voor school gemaakt over mondmaskers bijvoorbeeld, en die zitten bij mij allemaal hier in de map Filmpjes School. Zo ga je kunnen zien dat ik hier een aantal afbeeldingen heb gestopt, een aantal foto's, wat muziek, een aantal filmpjes enzovoort enzovoort. Maar alles zit in één en dezelfde map en dat is super belangrijk, dus doe dat ook. Daarna ga je gewoon aanduiden wat je allemaal gaat willen gebruiken in jouw filmpje. Dus je gaat die bestanden beginnen selecteren. Zo. Normaal gezien zou je eigenlijk alles kunnen gebruiken dat jij hebt toegevoegd. Oh, dat was niet de bedoeling. Dus je gaat gewoon alles selecteren wat jij wilt gaan gebruiken. Voilà, ik heb nu zo gezegd alles even geselecteerd. Hier nog een foto erbij. En ik klik op openen. Dan ga je dus inderdaad zien dat al deze zaken hier linksbovenaan komen. Ja, een muziekje kan je herkennen door de muzieknoot. Een filmpje door de bandjes aan de zijkant met de kleine vierkantjes. En een foto ziet er hetzelfde uit als een filmpje, maar heeft niet die speciale zijkantjes. Hoe ga je nu je filmpje gaan samenstellen? Ja, je gaat gewoon eigenlijk beginnen bij het begin en je gaat zeggen: oh, ik zou eigenlijk graag willen beginnen met deze foto. Je klikt, je sleept die naar het bovenste spoor. En je zit hier gewoon aan het begin van je filmpje. Dan ga je kunnen zien, hier bovenaan is een tijdsverloop. Dit is 15, dat wil zeggen 15 seconden. Dus deze foto, als je dat filmpje gaat afspelen, gaat net iets meer zijn dan 7,5 seconden. Vind je dat te lang of te kort, dan kan je dat gewoon gaan uitrekken of gaan korter gaan maken.
Daarna ga je bijvoorbeeld het filmpje dat je hebt gemaakt of hebt gevonden erin zetten. Up, en je sleept dat er ook gewoon bij. Hierbij is het niet verstandig dat je dat gewoon gaat beginnen uittrekken en zo. Want uittrekken, dat zal zeker en vast niet gaan. Want een filmpje is nu eenmaal zo lang als je het gefilmd hebt. En wanneer je het kleiner gaat maken, dan ga je er eigenlijk dingen afknippen zonder dat je weet wat exact. Het kan wel zijn dat je bepaalde zaken gaat moeten knippen. Hoe doe je dat dan? Je gaat eerst en vooral naar het onderdeel waar je niet zo blij van bent. Dus je zegt, ah, oké, alles tot en met hier was gewoon goed. Dan klik je hier op de schaar. En je zegt, oké, ik wil hier graag knippen. Je klikt opnieuw op de schaar om deze te deactiveren. En dan kan je zien dat dat nu in twee onderdelen bestaat en dat je dit dan gewoon kan verwijderen. En zo ga je eigenlijk de hele tijd gaan verder gaan door daar continu de verschillende filmpjes in te zetten en de verschillende foto's enzovoort enzovoort. Muziek op de achtergrond, dat heb ik daarnet ook al gezegd. Je klikt en je sleept dat naar het volgende spoor. Maar nu ga je bijvoorbeeld zien dat mijn muziek eigenlijk veel te lang is voor het filmpje dat ik ga maken. Ja, eerst en vooral, dit kan je dan ook gewoon gaan knippen, zoals we daarnet hebben gedaan. Hup, en we knippen dit. En we gaan dit ook gewoon verwijderen. En wat we nu nog van probleem hebben, is dat de muziek en de filmpjes die je hebt gemaakt even luid staan. Dat is heel irritant natuurlijk, want je wilt wel dat de mensen verstaan wat je hebt opgenomen en dat de muziek gewoon rustig op de achtergrond afspeelt. Hoe doe je dat? Je klikt hier met de rechtermuisknop op het liedje en je gaat naar volume. En je kan dan zeggen aan het begin van het fragment, op het einde of gewoon het hele liedje, wil ik eigenlijk dat het formule, sorry, dat het volume maar op 20, 30 of 10% staat. Hoeveel procent net, dat ga je gewoon af en toe even moeten testen. Dat hangt echt van liedje tot liedje af. En testen nogmaals, dat kan je gewoon doen door dit helemaal naar het begin opnieuw te zetten, te klikken op play. En dan kan je normaal gezien al een mooi voorbeeld zien van jouw filmpje. Ik ga nog een aantal zaken extra uitleggen, want we zitten al op 7 minuten film. Het is ook al meer dan genoeg. Wat kan je nu nog doen om het wat extra mooi te maken? Hier zie je een knopje overgangen. Wanneer je daar gewoon op klikt, dan gaat er jammer genoeg niet zo heel veel gebeuren. Maar je kan deze wel gewoon klikken en slepen naar twee filmpjes. Ik ga het even hier nu doen, dat is iets makkelijker. En dan ga je zien dat deze overgang er nu voor zal zorgen dat dit filmpje en dit filmpje een leuke overgang zal hebben. Dus we gaan dit even laten afspelen. Je kan het hierboven rechts dus bekijken nu. Ziezo. Je hebt nu ook wel gezien dat dat een beetje te traag verloopt. Ook dit kan je gewoon wat kleiner gaan maken, deze overgang. Voilà, en nu gaan we nog even kijken. En we drukken gewoon op play. Voilà. Dus zo kan je een beetje overgangen gaan beginnen toevoegen. Effecten kan je ook over een bepaald filmpje zetten dat iets gaat vervagen. Je gaat dan gewoon het effect dat je wilt gebruiken of dat je eens wilt zien hoe het eruit ziet, gaan vastnemen en op je filmpje gaan slepen. Dan zie je hier zo'n klein logootje bij staan. Je kan dat opnieuw ook gewoon even gaan bekijken in het voorbeeld hoe dat er gaat uitzien. Sommige zaken gaan hard opvallen en andere zaken weer niet. Ben je er niet zo blij van, dan kan je dit ook gewoon verwijderen, rechtermuisknop. En hoppakee, terug weg. Sorry dat het filmpje zo lang heeft geduurd, maar ik ga de opdracht nu ook even kort samenvatten. Je krijgt van mij dus 2 weken volledig de tijd. Waarvoor krijg je 2 weken de tijd? Om je filmpje volledig af te werken. Dus je gaat ervoor zorgen dat je al je bestanden die je hebt gevonden, gemaakt en wat dan ook, in OpenShot Editor achter elkaar stopt. Dat er een leuk muziekje op de achtergrond zit. En dat je er eigenlijk gewoon voor zorgt dat ik een mooi en leuk filmpje te zien krijg. Hoe dat je dat mooi en leuk gaat maken, daar ga ik je geen criteria voor geven. Maar wees wel voorbereid. Ik ga niet blij zijn wanneer je gewoon alles achter elkaar hebt zitten met muziek op de achtergrond. Probeer enkele zaken extra toe te passen. Ga eens op YouTube op zoek naar wat kan ik allemaal net doen met OpenShot. En kijk zeker ook eens in je boekje. Iets wat ik nog niet heb gezegd wat je kan doen, is bijvoorbeeld een titel ingeven. Daarbovenaan kan je een heel aantal titeltjes in gaan voeren. Het is gewoon zo een kleine foto tussen twee fragmenten waarin je bepaalde tekst gaat zetten. Ook dat staat bijvoorbeeld in het boekje dat je kan gaan zoeken hoe dat moet. Eigenlijk is het allemaal niet zo heel moeilijk, maar je gaat wel even op zoek moeten gaan.
Daarom krijg je dus over deze opdracht wel geteld 2 volledige weken. Wat wel nog heel belangrijk is, wanneer je het gaat opslaan, heb je rekening moeten houden met deze 2 zaken. Linksbovenaan kan je zeggen, ik wil het project opslaan als. Ook dit moet je opslaan in de map waar al je bestanden zitten. Dus bij mij filmpje school. En je geeft dat nu maar even een gewone naam, filmpje informatica bijvoorbeeld, en opslaan. Nu heb je het als een project opgeslagen. Dat wil zeggen, je bent er nog niet klaar mee en je gaat er later nog mee verder gaan. Dit zal je sowieso moeten doen, want een van de volgende opdrachten is dat we het filmpje nog gaan aanpassen naar de feedback die je hebt gekregen van mij. Wanneer je het gaat doorsturen naar mij, moet je wel gaan klikken op bestand en zeggen een video exporteren. Je gaat dus van dit project een video maken. Dan ga je dit krijgen, je gaat het opnieuw een naam moeten geven en je gaat ook opnieuw dezelfde map moeten gaan selecteren als waar al de rest staat. Normaal staat die bij mij nu al juist geselecteerd. En de rest staat eigenlijk al goed en je klikt gewoon op video exporteren. Je wacht totdat dit 100% is en dan ga je het hebben als een filmbestandje. Dus je slaat het altijd als 2 zaken op, als een project en als een filmpje. Het project moet ik nooit krijgen van jou, dat is gewoon voor wanneer jij er verder in moet gaan werken. Het filmpje, dat is hetgeen dat je binnen 2 weken naar mij gaat doorsturen. Dat was het. Ik wens jullie superveel succes. Ik weet dat het filmpje, ik weet dat het filmpje heel lang heeft geduurd, maar je kan er dan ook 2 weken mee verder. Zorg ervoor dat je dit voldoende terugbekijkt, dat je het af en toe eens op pauze zet. En ga vooral zelf op zoek op YouTube en in het boekje naar andere leuke zaken die je kan doen met OpenShot Video Editor, zodat ik een heel leuk filmpje van jou kan krijgen. Ik wens jullie heel veel succes.